Tony, een 0-0, was dat het maximaal haalbare vanavond? Ja, als je kijkt naar de wedstrijd, denk ik wel. Ik denk dat we hard hebben gewerkt voor elkaar en er was veel strijd. En ik denk dat we Roda goed in bedwang hebben gehouden. Weinig weggegeven, vind ik. En, hij kon aan onze kant. We hebben een paar keer, vooral tweede helft, zijn we een paar keer goed uitgekomen. En ja, dit was wel een 0-0, wel een terechte uitslag, denk ik. Maar de eerste helft was Roda eigenlijk wel veel, veel beter. Hè? Konden jullie bijna geen kansen creëren en waren zij dicht bij een doelpunt? Met name met die vrije trap. Hadden ze toch wel aardig wat kans op om voorsprong te komen? Ja, precies. Vooral uit stilstaande situaties. Die kregen ze eerste helft denk ik veel te veel. En je zag de tweede helft iets verder vooruit durfden te voetballen. En dat resulteerde dat zij verder van de goal afleefden. En dat hebben we denk ik tweede helft goed opgepakt. Ja, het wordt dan een 0-0. Wat moeten jullie doen in Limburg? Ik denk scoren. Simpel, ja. Ik denk dat wij altijd wel kansen kunnen creëren. En met die snelle jongens voorop. En ik denk dat dat gewoon vertrouwen moet geven dat wij altijd wel uit een goaltje kunnen meepikken. En dat moet zondag gewoon gebeuren. De trainer bij Roda ken jij goed, hè? Ruud Brood, die heb je bij RKC meegemaakt. Wat is het voor man? Ja, nee, ik heb 3 jaar goed met hem kunnen samenwerken. En, begin van mijn carrière en is een goede trainer geweest voor mij. Zou hij eventueel wat zijn hier voor Sparta? Hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van Henk de Kater die weggaat. Zou dat wat zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het iemand is die een beetje dezelfde manier werkt als de huidige trainer. Dus waarom niet? Jij speelde vandaag weer op het middenveld, hè, de positie die jou ligt. Had je dat van tevoren verwacht of had je misschien toch gedacht dat Pieter Nijs wel weer die positie zou bekleden, aangezien die toch hersteld was van zijn breuk, althans met een masker kon spelen? Nou ja, ik had wel verwacht dat ik op middenveld zou spelen, omdat ik ben daar geëindigd zondag en naar mijn mening ging dat behoorlijk. En het ging ook vandaag, daarom start ik daar vandaag, denk ik. Ja, vandaag ging het goed. Hè? En merk je dan wel dat het echt een eredivisieploeg is? Met alle respect voor Helmond Sport, maar dit gaat net weer een tandje sneller, hè? Ja, klopt. Je ziet gewoon een fysiek sterke ploeg. En wat je zegt, alles gaat een tandje sneller. Je moet scherper zijn. En dit soort wedstrijden worden op kleine momenten beslist. En dat zie je. Even een moment van onoplettendheid kan dodelijk zijn.